Nou, hier hebben ze dan een soort drumstickje van gesneden. Alleen, als ik hem zo zou snijden, dan zou mijn chef me afmaken. Een van de redenen natuurlijk waarom ik deze reportage, deze reis wilde maken, was het mysterie van die carne masala's te ontrafelen. Je gaat nooit zoiets oplossen, maar wat voor mij heel erg interessant zou zijn om te kijken van hoe ontstaat dat dan en uit welke specerijen bestaat dat dan. Overal waar ik kom, ja, bezoek ik wel supermarkten gewoon om te kijken wat is het aanbod en weet je hoe divers is het aanbod. Het komt van dezelfde familie, maar je krijgt het in de wintertijd. Waarom gebruik je dit? Het is een heel hydrating thing. Sambal powder. Sambal, maar ik like this camphor in yeah. Sort of that. Yeah, low grain. Daarna gaan we koken. Ja, en dan was er wel eventjes. Als je het dan over Oud-Delhi hebt, wat cultuurverschil. Ja, dan zie je ook wel in de keuken een heel groot cultuurverschil. Ondanks dat het niet echt een kok is, maar een gids. Weet je, kom je toch wel dingen tegen waar je je over verbaast. Wat eigenlijk naar boven kwam, was dat ze weinig waarde hechten aan de smaak van het basiscomponent. En dat is een heel groot contrast met hoe wij over ingrediënten en over producten denken. Want wij willen juist dat beestje smaakt waarvoor het op de aarde is gekomen. Waarvoor het ooit een keer bedoeld is. En kip moet naar kip smaken. En wij bereiden daar allemaal mooie gerechten. We gebruiken specerijen en allerlei componenten omheen. Om het beestje tot zijn recht te laten komen. Het blijft de hoofdrol spelen in onze culinaire wereld. En hier zie je dus dat het een, het klinkt respectloos, dat bedoel ik niet zo, maar bijvoorbeeld ze doen het in een vleesmolen, daar gaan kruiden, specerijen bijna. En het zijn er zoveel dat dus de pure smaak van het product gemaskeerd wordt door gebruik van heel veel specerijen. Ja, en erger nog, heel veel zout. Wat wel heel erg leuk was, is dat we op een gegeven moment een salsa gingen maken. Voorbij wat beignets-achtige dingetjes, weet je, bloemkool en aardappel. Toen wilde ik hem eigenlijk een beetje uitdagen van, joh, zullen we anders eentje maken naar onze smaak en eentje maken zoals jullie hem eten of jij hem eet. En dat had te maken met zout. En toen hebben we het recept eigenlijk in tweeën gesplitst. En eentje heeft hij afgemaakt zoals hij hem lekker vindt. En eentje hebben we gewoon gelaten zoals ik hem lekker vond. Voor hem hefte het zout de salsa op, waardoor die frisser werd en voller van smaak werd. Terwijl dat de salsa, waar dus minder zout in zat, echt smaakte naar de ingrediënten. Dus je proefde, herkende mint, je herkende koriander, de knoflook kwam een beetje naar voren. Een heel klein beetje peperigheid van de shallot of van de ui. En dat is dus onze smaakbeleving. Ja, en daar kan je dan een enorme discussie over hebben. Maar dat is dus echt het cultuurverschil van waar hechten hun waarde aan en waar hechten wij waarde aan. Wat mij ook heel erg opvalt is dat er zo overdadig gebruik gemaakt wordt van specerijen. Wat dan uiteindelijk wel in een goede balans in een gerecht komt. Waardoor je het accepteert. En wij zijn daar dan zo voorzichtig in. Plus daarbij de specerijen hier zijn veel erg sterker van smaak. Hebben echt heel veel karakter. Daar doen ze echt al heel erg veel in een gerecht. En wij zijn dan zo voorzichtig met specerijen die misschien maar de helft of een derde van de smaak hebben. Dus ik ben er nu wel van overtuigd dat je de specerijen, mits goed gedoseerd hebt, dat je ze ruim mag gebruiken.